beetje aan blozen, hè. Dat is echt een hele knappe man. Echt. Het is Victor Verhulst. Yeah. Dag vriend. Dag knappe man. Nou, hoe is het? Goed en met jou? Een beetje zenuwachtig, hè? Ja. Natuurlijk, ja. Bij de stijlgoeroe van Vlaanderen. Ja, dat is waar, dat is waar. En je weet wat dit betekent, hè? Ja, ik weet het, ja. Het betekent ofwel eeuwige vriendschap, ofwel gedaan. Snoes. Ik zal mijn best doen. We gaan beginnen. Je zei dat een groot fan. Dat is relatief, denk ik. Ja, ik weet het. Je moet dat zeggen, want anders is het arrogant als je dat niet zegt. Ja, maar okay. Je zei de grootste. Als ik over Victor babbel, dan is het altijd, oh my god, kende die. Dan denk ik, ah, dat wel ga niet, hè. Maar goed, je gaat nu een nieuw programma presenteren. Ja, klopt. Love Island. Love Island, ja. Kijk je er naar uit? Ik kijk er super hard naar uit. Ja? Ja. Absoluut. Je weet, en dan is het echt, hè? Dan zijn de echt een echte BV. Als er iemand wil kijken naar het programma, hè? Anders, dan gaat heel veel kijken. Geloof me. Nee, ja. Maar dat wil zeggen, nog meer rode lopers, nog beter gekleed gaan, nog meer kritiek krijgen op de kledij. Dus dat moet hier goed zitten. Dus daarom ben ik hier. Hè. Mijn favoriete stuk, dat, is eigenlijk, dat zijn schoenen. Ja. Ik heb, dat zijn deze botjes. Maar dat vind ik al keigoed, hè. Ze zijn een beetje vuil. Ja? Maar ik heb die vorig jaar in Italië voor een... En ik heb twee keer. Ja, ik heb ze ook in blauw gekocht. Ja? Ja? En ik draag die bijna elke dag. Ja? En die waren super goedkoop. Maar ik denk dat ze in Italië heel goed zijn in het maken van schoenen of zo. En Chinezen over laten vliegen. Ja. Dat vind ik heel goed. Nee, dus voilà. Ja? Ik draag die bijna elke dag. Ook een schoon stuk, goed. Daar kan ik natuurlijk niks op zeggen, want dat is een goede paspartout. Ja. En wel, ik vind, je kunt dat zowel deftig dragen als een beetje... Toch ja? Zowat sportief casual nog. Zoals nu, hè? Zoals nu bijvoorbeeld. Dat zijn wel hele goeie, hè? Dat is een goede start. Dank je wel. Goeie start. Ja, als ik thuis ben. Oppas nu, hè? Ja. Nee, echt oppas. Want al die meisjes nu die denken, oh, die gaan we terug. Die hebben een beeld over u, hè? Ja, maar Victor? Ik ben helemaal bedekt, want ik doe meestal gewoon. No, de hoodie! Een zwarte hoodie aan. Ja? Die heb ik. Gekregen? Nee, ik heb die. Ik heb die. Ken je dat? Wish? Hè? Wish? Nee. Dat is zo'n... Make-a-wish? Nee, Wish. Dat is zo'n een applicatie waar je alle super goedkope spullen kunt vinden, maar alles. Dus jij ligt thuis in een hoodie en ja. Daar hoort ook een broek bij. Ja, ik heb deze broek ook gewoon zwart. Ik ga hem even afhalen. Hè? Ja, ja, voilà. Ja? Het enige probleem is wel, ik kom ook soms buiten in die comfortabele outfit. Allee. Ja, tuurlijk, ja, als je naar de bakker gaat ofzo. Maar die is eigenlijk een beetje te kort. Dus dan moet... Wacht. gaat je zo naar de bakker? We gaan naar dezelfde bakker. Het is een comfy outfit. Oh my god. Als ik die zo tegenkom bij de bakker, ik steek een croissant in zijn gat. Hè. Ik ga dat nooit meer aandoen. Dat is een beetje een Michael Jackson broek, maar dan heel slecht. Oh. En het probleem met die broek is, die is een beetje te kort. Dus ik moet altijd zien dat ik lange sokken aan heb. En anders... Het wordt nog erger. Maar ik trek me eigenlijk allemaal niet zo aan. En als ik dan thuis blijf met mijn comfortabele outfit, dan doe ik mijn lievelingssletsen aan. Nee. Victor, en houd je de sokken dan aan? Ja, tuurlijk. Ja. Ik draag altijd sokken. Jongen, hoe gaan we dit nog kunnen goed krijgen? Het jeanshemdje. Ja, ongestreken. Dat moet ik wel even zeggen, want ik kan niet goed strijken. Dus ik moet altijd wachten tot ik nog eens naar huis ga om mijn strijk even te geven. En waarom heb je daarmee? Moet ik die dan strijken? Nee, ja, ik hoop dat echt. Kun jij dat nog doen voor mij? Nee. Ik ben nu al een veel grotere strijker, dus ik laat dat al strijken. Zo'n hemdje, ik vind dat leuk als je een date hebt of zo, de eerste keer. Ah, het sexy time. Ja, omdat ik ben niet graag te... Opgekleed, want dan voel je zo'n beetje stijf of zo toch. In een eerste afspraakje of zo, dat is wel... Ja, je moet ook wilt... niet slonzig zijn, maar ook een beetje dat casual houden. Dat klopt. Je wilt zoiets hebben. Je wilt eigenlijk zeggen van... Je wilt niet, moet niet lijken alsof je er te veel moeite voor hebt gedaan, maar voilà. Toch, want anders kom je te zielig over. Voilà. Jij mocht met mij zo. Ja? Je hebt dat nog nooit aangedaan als je bij mij bent, deze. Ik kan me dat niet herinneren. Nee, omdat we ook nog nooit een date hebben. Nee. Wilt je die eens aandoen, dan heb ik toch het gevoel dat wij op tijd zijn geweest. Dat is goed. Is goed? Ja? Morgen? Mag je? Oké, dat is goed. Bij de bakker. Ja, maar niet zo, hè? Nee, beloofd. Niet beloofd. Zo. En wat is deze gele bol? Ja, dat is mijn duurste aankoop ooit eigenlijk. Oei. Ja, ik heb nogal een sombere kleerkast. Ja? En ik had een nieuwe winterjas nodig en ik dacht... Maar dat is niet gekocht om te gaan skiën, zodat je niet verloren geraakt. Tot ze nog altijd zien afkomen. Nee, dat was niet de bedoeling. Nee, en ik dacht, kijk, ik breng eens wat kleur in mijn kast. Ja. En dat was de ideale gelegenheid. Ja. Hier merk ik eigenlijk dat we nog niet genoeg op date zijn geweest.
En dan had je mij daarvoor genoeg kunnen behoeden. Want als ik één kleur niet kan uitstaan, mocht gaan iedereen vragen, is dat geel. Maar ik sta daar supergoed mee. Ja, ik weet dan dat je een knappe man bent. Past dat anders? Doe dat eens aan. Ik zal hem eens aan doen. Doe dat eens aan. Zie, dat is toch tof? Ja, maar bij u. Ja, maar ja, ik draag hem. Oké, het is wel tof. En warm, hè? Heel warm. Heel tof. Dus, staat. Zeg, en dan zie ik daar, was uw miskoop ooit? Ja, dat is dus deze broek. Ik dacht dat deze ging zijn. Nee. Ik dacht dat uw miskoop was. Nee, dat is eigenlijk deze broek. Deze broek. Ja, je denkt eigenlijk, als je hem zo ziet, van oh, eigenlijk een gewone broek. Maar dat was ook, die is al een aantal jaar oud en ik was toen een beetje dikker. Ben je dikker geweest? Ja, ik ben dikker geweest toen ik zo 17 was. Ah. Dan had ik echt een buikje en dan ben ik superveel vermagerd. En wel, ik zal het eens laten zien, het is echt is heel goed. Belachelijk. We zullen even wachten. Dat is goed. Het is even privé, die gaat zich gaan kleden. Ik moet even gaan helpen. Ja, voilà, dus je ziet dat. Ja, ik zie het. Dat krijg je dan als je kleren niet past of... Oh, dat is zo. Dat is raar dat een jeansbroek zo Johnny-achtig kan zijn. Ja, maar het is gewoon niet te doen, zie. Ja, het is echt niet mooi. Ik denk dat we het moeten afgeven. Hè. Is het waar? Ja, je gaat iets moeten afgeven. En het is ofwel geen vriendschap meer, dus echt defrienden. En bij ons defrienden is echt een heel groot probleem. Ja. Want dan... Ja. Maar je hebt mijn favoriete... Oh, je hebt nog ene. Oh, ja. Dat is niet de defriend. Welk? Nee, dit is je niet de defriend. Je gaat twee stuks moeten afgeven. Maar ik zou het echt super vinden als je deze voor mij eens een keer aan... Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Kunnen we geen wedstrijd doen of zo? Je moet me verdoven. Echt waar. En verdoven, hè. Oh, ik heb dat al aangeraakt. Spijtig genoeg al heel veel. Dus dat is nog een vlies, omdat ik draag dat wel graag. Maar dat is niet om die vlies te doen, maar omdat dat is een trui van Studio 100. Ik ben er dan fier op als ik die kan aandoen. Hier even reclame maken voor Studio 100. Ik weet dat hij dat niet draagt. Het is gewoon echt voor papa een pleziertje te doen. Maar is het dan zo koud op Studio 100? Ja, in de winter. Hebben jullie geen verwarming daar? Nee, kosten besparen. Dat gaat zo niet gaan. Mag ik ook alsjeblieft je bad sloffen? Ja, natuurlijk. Geef ze af. Mocht die hebben. Dat is wel echt een pijn in het hart, want ik draag die bijna elke dag. Ja, dat is heel spijtig. Het leven kan heel hard zijn soms. Je mag kiezen. Of je neemt deze twee mottige spullen terug mee naar huis. Ja. Of onze eeuwige vriendschap. Daar moet ik geen seconde over nadenken. Ik pak alles mee naar huis. Oh! Nee. Uw eeuwige vriendschap, ja, die komen hier. Je hebt echt een hele goede keuze gemaakt. Ja? Ja, echt waar. Echt waar. Want je gaat me echt nog nodig hebben, ze. Ja. Binnenkort gaat je me moeten bellen. Ja, nu moet ik aandoen op die première. Dus, allee. Oké. Okay. Dan is dat maar een kleine investeringskrediet. Dat is een kleine kost. En we hebben nog zoveel truien liggen. Oh.